denk dat verenigingen kunnen twee perspectieven eigenlijk combineren. Het ene is het economisch perspectief. Hè, vanuit wat je als organisatie, als vereniging kunt ondersteunen in de practice van mensen qua economische zaken. En dan heb je het over hele rationele dingen als verzekeringen en dat soort dingen. Dat is de ene kant. Maar als je dat als enige hebt, dan wordt het een hele lege vereniging. En dan gaan mensen dus niet meer als mensen met elkaar verbinden. En daarom is eigenlijk de tweede pijler heel belangrijk. En dat is wat er tussen de mensen is, het sociale van de mensen. En wat je zult zien is dat dat ook een belangrijke rol speelt in bijvoorbeeld de beroepsontwikkeling van mensen. Dus voor de beroepsverenigingen is dat een hele belangrijke. Dus je moet het economisch perspectief met het sociale zien te verbinden. Ja. Ik denk dat je als vereniging kan je morgen aan de slag door eigenlijk een drietal stappen te beginnen. Waarbij je de eerste stap morgen kunt beginnen, of vanavond eigenlijk al natuurlijk. Je zou vanavond kunnen beginnen met het proberen je verder te verdiepen in wat is nou eigenlijk het spel en de spelers. En we zijn heel erg traditioneel marketinggericht gewend om heel erg in termen van doelgroepen te denken en mensen proberen te begrijpen. Maar het is heel lastig om individuele mensen te begrijpen. Het is veel makkelijker om de practice te begrijpen, dus het spel wat de mensen met elkaar spelen. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Dan de tweede stap die je daarna kunt doen, is het daarvoor ontwerpen van een passend speelveld. En je zult zien dat voor sommige dingen is, als je alleen maar een reactiemogelijkheid onder een artikel plaatst, dan is het niet een speelveld die mensen echt uitnodigt om te gaan reageren. Het feit dat je kunt reageren wil niet zeggen dat het uitnodigt om te reageren. Dus je moet veel meer als echt een speelveld ontwerpen wat past bij wat je wil bereiken. Dus dat is de tweede stap. En de derde stap is, dan heb je dus een omgeving staan om het gesprek aan te gaan. Dan zul je het gesprek ook echt daadwerkelijk op gang moeten brengen. En dan zijn de belangrijke termen toch framing en priming. He, dus je moet een heldere context scheppen waarin mensen dan ook dat gesprek durven aan te gaan. En mensen daar actief in betrekken. Waarbij je begint met de mensen en gesprekken die wat makkelijker en wat minder confronterend zijn. Zodat mensen daar wat makkelijker in meegaan. En langzamerhand kun je dat dan zwaarder maken totdat het belangrijk genoeg wordt voor mensen. En dan maak je het groot.